Door sporten heb ik geleerd om altijd positief te blijven en door te zetten in moeilijke tijden, ook als het gewoon even niet wil. Alles wat ik meegemaakt heb in mijn topsportcarrière kan ik nu nog steeds meenemen in mijn dagelijks leven. Mijn naam is Milou, ik ben 19 jaar en ik woon in Heerenveen. Ik deed een trampolinespringen op topsportniveau. Ik heb altijd individueel gesprongen en later ook synchroon, dat ik dus met iemand tegelijk ging springen. En ik vond het vooral leuk om nieuwe sprongen te leren, mezelf te verbeteren elke keer en gewoon te vliegen in de lucht. Ik heb een dwarslesie en dat is gekomen door trampolinespringen. Ik ben gevallen op mijn nek tijdens het NK team. Ja, toen heb ik een dwarslesie gekregen. Ik zit nu op het CIOS in mijn derde jaar. Ik doe de richting bewegingsagogie en dat is dat je sport met mensen als middel en niet als doel. En dat geeft me heel veel voldoening omdat ik nog wel iets met sport wil doen, omdat ik dat eigenlijk altijd al heb gedaan. Topsport heeft mij meer zelfverzekerd gemaakt en ook zekerder over mijn eigen lichaam. Ja, ik weet mijn eigen lichaam heel goed, hoe het in elkaar zit en dat kan ik nu nog steeds heel erg gebruiken. Of je nou een beperking hebt of niet, ik denk dat sporten altijd goed voor je is. Of het nou mentaal is of fysiek, je kunt meer dan je denkt.